Goedemorgen, Bakkersland en mijn oom Jani. Goedemorgen, heren. Laten we voorlopig even op extra product staan. Dit is onze deegmengerij. Hier mengen we de grondstoffen tot degen. We hebben 4 mengers. We hebben 2 grootbroodlijnen. En op beide lijnen produceren we 4000 broden per uur. Door diverse gedragsregels en maatregelen zorgen wij voor een veilige werkplek. Voorbeelden hiervan zijn gehoorbescherming en veiligheidsschoenen. Binnen Bakkersland en Meloord werken wij met het 5S-systeem. 5S draagt bij aan een georganiseerde en opgeruimde werkplek. 5S bestaat uit scheiden, schikken, schoonmaken, standaardiseren en standhouden. Het zojuist gedraaide deeg wordt afgemeten, gewogen en gaat via de opboller naar de voorrijskast. Na de rijs van 45 minuten komt dit in de langmaker. Daar wordt het ontlucht en gevormd. Ten slotte valt het in het blik en wordt al dan niet gedecoreerd. De volgende stap is de narijskast. 65 minuten later en behoorlijk in volume toegenomen, komt het bij de oven. Hygiëne is van groot belang in een voedingsmiddelenbedrijf zoals onze bakkerij. Wij voldoen aan de strengste normen zoals HACCP en het International Food Standard Higher Level Certificaat dat in ons bezit is. Door diverse maatregelen, zoals het handen wassen en ontsmetten en het dragen van bedrijfskleding, kunnen wij voedselveilig werken. Het doel van de broodkeuring is dat het brood moet voldoen aan de hoge eisen van de klant. Het brood wordt onder andere gekeurd op kleur, volume, structuur en versheid. Tevens kan bij aanmerkingen het proces direct worden bijgestuurd. Het Nederlands Bakkerijcentrum keurt ons brood ook regelmatig. Behalve 2 grootbroodlijnen hebben we ook een kleinbroodlijn. Hier worden 18.000 broodjes per uur geproduceerd. Deze afdeling komt het brood vanuit de bakkerij. Na ongeveer 2 uurtjes afkoelen wordt het brood gesneden en vervolgens verpakt en gelabeld. Dan in de buffer gezet en door onze medewerkers later verdeeld op de verschillende accountniveaus. We proberen ervoor te zorgen dat het voor 12:30 s'avonds klaar is, zodat onze expeditie het dan kan gaan verdelen naar onze filialen, zodat het brood 's ochtends vers in de winkel ligt.
Wanneer Nederland langzaam ontwaakt en aan het broodontbijt begint, evalueren het managementteam en de teamleiders de afgelopen productiedag.